Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Happy Campers, uitgegeven door Mare Infinitus Games. Dit is een spel voor 1 tot 99 spelers, waar je in 15 tot 30 minuutjes mee bezig bent. Je speelt het simultaan, dus je kunt zoveel blaadjes uitdelen als dat je spelers aan tafel hebt. En dit is een roll and write, waarbij iedere speler zijn of haar eigen camping gaat ontwikkelen. En daarbij probeer je natuurlijk zoveel mogelijk punten eruit te halen door de doelkaarten te behalen. En aan de andere kant moet je de verschillende terreinsoorten op een goede manier aan elkaar knuppen om de meeste punten te scoren. Maar je moet in ieder geval alle soorten faciliteiten in je camping hebben, want anders krijg je sowieso geen punten. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Daniel en Vera Knoot en wij krijgen de spelregels in het Engels, maar zijn ook te downloaden in het Nederlands. De regels zelf, kort overzichtelijk, het is geen complex spel, met de solo modus en een uitleg van de verschillende challenge kaarten. We krijgen 4 potloodjes, de dobbelstenen die we nodig hebben, de challenge kaarten zelf, en dat hebben ze slim gedaan. Aan de ene kant staan de verschillende challenges die we kunnen krijgen, je gebruikt er 2. En op de rug van elke challenge kaart staat een reference, zodat je de verschillende symbolen en vormen kan zien. En natuurlijk het klapblok met daarop de dubbelzijdige velletjes waar we onze campings op gaan tekenen. Dat is wat we krijgen, laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Elke speler krijgt een blaadje met zijn of haar camping erop. Die kun je een naam geven. Dat is wel handig, want je gaat soms het blaadje doorgeven. Dus dit wordt Camping Nox. Je krijgt een reference kaart, potloodje. En we leggen, als je het geavanceerde spel speelt, maar ik raad aan om daar gelijk mee te beginnen, want het is niet zo heel complex, 1 of 2 challenge kaarten open. En die challenge kaarten geven extra manieren om punten te scoren. Gebruik je de challenge kaarten niet, dan kun je dit gedeelte van je blaadje doorkruisen. En verder wijzen we een startspeler aan, die geven we de 2 dobbelstenen en dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel is om een camping te bouwen, daarvoor hebben we de tijd totdat er een speler is die een blok wat geworpen is niet meer kan plaatsen in zijn of haar camping. Die ronde wordt uitgespeeld en dan komt er nog 1 laatste ronde voor de spelers die nog wel konden tekenen en dan gaan we naar de score. En punten krijg je afhankelijk van natuurlijk hoe je camping eruit ziet, de challenge kaarten. Maar belangrijk om te weten is dat je camping sowieso bomen, toiletten, water, tentjes en de vlaggetjes moet bevatten om überhaupt te kunnen gaan scoren. Dus als je 1 van de 5 symbolen niet ergens op je camping hebt getekend, heb je sowieso geen punten en doe je niet mee met de eindscore. Dus dat is even belangrijk om te weten, maar laten we maar eens een camping gaan bouwen. De startspeler werpt de 2 dobbelstenen en de 2 waardes die tevoorschijn komen bepalen wat we mogen tekenen. We hebben een 4 en een 3, dat betekent dat je mag kiezen een shape en een element, waarbij je de ene dobbelsteen gebruikt voor de shape en de andere voor het element. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen de 3 wordt de shape, dan krijg je de L. En dat betekent dat ik automatisch de 4 moet gebruiken voor het element en dat zijn tentjes. Of andersom, ik gebruik de 4 voor de shape, dan krijg ik een blok. En dan wordt 3 het element en dan wordt het water. Het eerste blok wat je tekent, mag je ergens tekenen naar keuze. Nou, ik ga mijn blok bijvoorbeeld hier neerzetten. En omdat ik shape 4 gekozen heb, moet ik element 3 kiezen. Dus dat betekent dat ik water in mijn blok ga tekenen. Vanaf dit moment moet ik elke nieuwe vorm aangrenzend tekenen. En in dit spel is aangrenzend orthogonaal, oftewel links, rechts, boven, onder. Diagonaal is niet aangrenzend. Alle spelers doen dit tegelijkertijd, dus die kiezen individueel of ze de 4 willen gebruiken voor de shape en de 3 voor het element, of dat ze het willen omdraaien. En als iedereen getekend heeft, dan gaan de dobbelstenen mee met de klok en gaat de volgende speler gooien. En die gooit bijvoorbeeld 3, 5. Nou, dan kan ik dus kiezen van, nou wil ik een 5 en een 3, of wil ik de 5 en de 3. Nou, omdat ik misschien deze wil scoren, dan moet ik een rivier maken van links naar rechts, kies ik ervoor voor een 5, 3. Dus ik teken de vorm 5 in. En dat is het T-stuk. En ik heb weer een 3, dus dat betekent dat ik er weer waterelementen in ga tekenen. En zo tekenen we vrolijk allemaal verder. Mocht er een 6 tevoorschijn komen en die gebruik je voor de elementen, dan zie je een vraagteken. Dat betekent dat je zelf het element mag bepalen. Dus een 3, 6, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen van oké, wat heb ik nodig? Nou, bomen aan de grens van het speelbord leveren punten op.
Dus dan zet ik bijvoorbeeld de L-vorm op deze manier neer. En dan zit ik in ieder geval aangrenzend. En daar teken ik dan die schitterende bomen in waar ik bekend om sta. Want ik kan natuurlijk fantastisch tekenen. Dus dat is wat de 6 is. Dan mag je zelf kiezen welke shape, of welk element je in jouw shape plaatst. En zo spelen we vrolijk verder. Wanneer wordt het spel wat gekker? Op het moment dat iemand twee keer hetzelfde getal werpt. Dan gebeurt er namelijk iets bijzonders. Dat noemen ze de noisy neighbors, de luidruchtige buren. Als je 2-2 gooit, dan heb je natuurlijk geen keuze voor de shape en het element. Maar wat je gaat doen is, je moet dan je camping aan een andere speler geven. De 2 staat in het bovenste rijtje. Wat betekent dat ik mijn blaadje naar links geef. En die speler gaat voor mij deze vorm met dit element intekenen. Middels de gebruikelijke spelregels. Moet aangrenzend. Je mag de vormen trouwens draaien, spiegelen zoals je wilt. Maar ze moeten aangrenzend neergelegd worden. En die gaat daar natuurlijk mijn camping, mijn zorgvuldig geconstrueerde camping, waarschijnlijk een puinbonde mee maken. Want die denkt misschien, oké, hij probeert hier water te verbinden. Nou, daar heb ik nog wel een antwoord op. Dan zet ik hier zo lekker die vorm neer. En probeer jij dan dat water nog maar een keer verbonden te krijgen met de linkerkant van het blaadje. En uiteraard krijg ik het blaadje van mijn rechterbuurman, want iedereen doet het tegelijkertijd, dus ik zit iemand anders ook weer te zieken. Maar als er dubbel gegooid wordt, geef je je blaadje naar links als het een 1, 2, 3 is, of naar rechts als het een 4, 5 of 6 is. En dan gaat je buurman of buurvrouw voor jou die vorm lekker staan inkleuren. En daarna krijg je je camping weer terug en gaan we verder. Nou, zo kleuren we vrolijk verder, totdat er iemand is die de vorm die geworpen wordt niet meer kwijt kan op zijn of haar blaadje. Die ronde spelen we af. Hè. Iedereen die het wel kan, tekent die vorm in. Dan wordt er nog één keer geworpen voor de mensen die wel een vorm hebben kunnen intekenen. Die mogen dan nog een laatste vorm erbij zetten. En dan gaan we naar de score. Allereerst, zoals ik al zei, moet je alle elementen hebben. Het eerste wat je gaat doen is alle lege vakjes die je hebt, die tel je. Dat zijn strafpunten. Misschien heb ik al 8 lege vakjes. En dan ga je op zoek naar de grootste aaneenschakeling van elk element. Dus mijn grootste bos is aaneengeschakeld. In dit spel orthogonaal 4 bomen. 4 punten. Grootste aaneenschakeling van toiletten, 4 punten. Grootste aaneenschakeling van water, 8 punten. Grootste aaneenschakeling van tenten, etc. Dan gaan we kijken naar de verschillende challenge kaarten. Heb ik een rivier die van links naar rechts gaat? En misschien is het me wel gelukt om hier zo toch nog een blok neer te zetten met het water element. Zodat ik hier zo die rivier van de ene kant van het bord in een onderbroken lijn naar de andere kant kan krijgen. Nou, dat is 5 bonuspunten. En ik krijg 1 extra punt voor elke boom die zich aan de rand van mijn park bevindt. Dus dat zou in dit geval 3 extra puntjes zijn. Die punten tel je bij elkaar op. Daar haal je je strafpunten vanaf. Dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Happy Campers. En zo wordt het spel gespeeld. Happy Campers is een vermakelijk roll-and-ride spelletje wat lekker in elkaar steekt en wat een aantal aspecten heeft die ik heel vermakelijk vind. Allereerst het feit dat er de kans bestaat dat iemand dubbel gooit en dat dus jouw buurman of buurvrouw met jouw kamp er vandoor gaat voor een ronde en daarop begint te tekenen. Dat is een aspect wat ik in Cartographers ook ontzettend leuk vind, want dat houdt het spel super spannend. Want iedereen is natuurlijk super geconcentreerd om het mooiste park te maken wat ze kunnen bedenken met de beperkte opties die ze krijgen. En dan wordt er opeens dubbel gegooid en denk je, oké, ik heb het heel strak klaargezet zodat het precies het juiste blok mijn berg punten kan geven. En nu mag mijn buurman of buurvrouw iets gaan tekenen. En die gaat waarschijnlijk niet meehelpen mijn park nog mooier te maken. En dat is iets wat ik super grappig vind. Een ander aspect, het feit dat je camping alle elementen moet hebben om überhaupt te kunnen scoren, is ook iets waar je, het klinkt heel logisch en het is ook relatief simpel, maar soms ben je bezig met, ik moet een grote hoeveelheid van dit maken, want het levert veel punten op. En dan vergeet je opeens, ik heb nog geen wc's. En dan komen ze natuurlijk niet meer. Elke keer mag je natuurlijk kiezen welke dobbelsteen gebruik je voor de shape en welke voor het element. En op een gegeven moment zit je dan van, nou moet ik wel een bepaalde vorm hebben. En daar moeten wc's in zitten. En nou ben ik opeens nabij het einde van het spel, want het gaat relatief snel. En nu krijg ik misschien dat element er niet meer in. En dat is ook nog eens een keer super grappig, want heb je niet alle 5 elementen,
Ondanks hoe erg goed je je best ook gedaan hebt, 0 punten voor jou. Dus dat zijn dingen die vind ik vermakelijk in dit spel weggewerkt. Daarbij vind ik het ook slim dat ze dus de challenge kaarten, die wat extra uitdagingen aanbieden aan de spelers, fungeren allemaal dubbelzijdig als reference kaarten. Je hebt er een stuk of 8, dus je kunt elke keer weer net wat andere manieren hebben om punten te scoren. En ondanks dat we allemaal steeds dezelfde keuzes hebben, de worp is voor iedereen van kracht, zul je toch compleet verschillende campings zien ontslaan. En dat is ook iets wat ik waardeer. Het kladblokje is wat klein voor mij. Daar ga je vrij snel doorheen. Ze zijn wel dubbelzijdig. Maar nou ja, zoals ik bij de meeste roll and rides doe, als ik richting het einde kom, dan ga ik ze lamineren en dan gooien we de stiftjes bij. Maar dat is het enige puntje waar ik zeg, nou, dat had wel iets dikker gemogen. Maar alles bij elkaar genomen is Happy Campers een vermakelijk roll and ride spelletje. Het knutselaspect, het puzzelaspect om je camping zo efficiënt mogelijk te maken, vind ik plezierig. En dat wordt onderbroken door het potentiële risico dat we onze camping aan een buur of buur, een buurman of buurvrouw moeten geven. En die gaat er natuurlijk een zootje van maken. En dat zorgt voor een stukje interactie die ik altijd vermakelijk vind. En voor de rest speelt het lekker snel, simpel en toegankelijk. En dat maakt dat Happy Campers gemakkelijk op tafel komt. En daarom voor mij een dikke 7 krijgt. Spellen zolder.